Hey. Hallo. Een aperto. Hallo, zoals jullie kunnen zien en allicht ook kunnen horen, sta ik hier op Tomorrowland. Ik ben hier een van de miljoenen mensen of zo dat hier rondkrioelt. Maar ik ga wel super chic eten bij Aperto. En dat voor maar een kleine 35 euro. Ik ga hier 6 gerechtjes proeven van Nick Bril, Seppe Nobels en Roger van Damme. Ceviche van Zeusa Hamachi, Aki Amarillo. Hier hebben we nog pittige waterkers, krummel en pistache. Shermoula. Dat klinkt lekker. Tomorrowland is 100% een beleving dat volledig klopt. Visueel, qua sfeer, qua... Je ziet hier de mensen echt keihard stralen. En dat is één door die muziek, maar ook zeker door de food die dat volledig klopt. We gaan even proeven hebben van uw hoofdgerechtje. Ik super mals. Zo mals gaat uw varkenswangetjes op de wijnen vinden, denk ik hier. Ik krijg er rare bloemetjes op, maar dat is de bedoeling, denk ik. Blijf Tomorrowland, hè. Roger, proficiat, zotte Tomorrowland-creatie. Vertel eens, wat zie ik er allemaal voor mij? Een zotte creatie is het al zien. Ja, de bol is natuurlijk geïnspireerd op de mooie bol die je daar achter je ziet. Daar, kijk, achter je zie je hem gaan en daar is de bol op geïnspireerd. Logootje van Mille Mille Tomorrowland, chocolademousse, foie gras, koffie, peertjes die gemarineerd zijn, walnoot met karamel erin. Hele leuke combinatie om hier op Tomorrowland te presenteren. Roger heeft er al super smakelijk over verteld. Maar nu gaan we proeven, hè. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan een toren omver gooien. En hier zou foie gras in zitten. Ik ben daar niet een allergrootste fan van, maar... Ja, echt een keigoede combinatie gewoon. Roger? Dat het zelf niet beter kunt. Ja, dat sowieso niet. Maar... Flair, flair.